Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 32 hier in Rusland. We zijn er weer aanbeland, ja, bij de laatste rondes van het kampioenschap. En het belooft extreem spannend te gaan worden wie er nu wereldkampioen wordt. Want we hebben de vorige aflevering wat ingelopen op Lewis Hamilton in Italië. Maar heb jij die vorige aflevering gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop en dan zie je die video verschijnen. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En ja, ik kan je nu al verklappen. We hebben een bericht gekregen van Carl. Wat jullie nog niet te zien krijgen, maar ik alvast wel weet. Dat een rijder stopt na dit seizoen. En rara wie dat is. Dat is Daniel Ricciardo. Hij stopt er dus mee na dit seizoen. Verlaat Renault dus. En daar komt een nieuw zitje. Ja, heel interessant dat Ricciardo dus het team gaat verlaten. Daar zie je het ook. Daniel Ricciardo verlaat dus Renault aan het einde van dit seizoen in My Team Career Mode. Na seizoen 3 stopt hij ermee. En ja, ik ben heel benieuwd wie dat zitje gaat opvolgen. Ik weet niet wie dat is. Maar ja, ik denk misschien iemand uit de Formule 2. Of van rijderswissel van F1 teams. Maar goed, we gaan lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Rusland. We zijn dan dus aanbeland bij de kwalificatie van Rusland. En het begint al gelijk goed, want we pakken de curbs daar iets te ver mee. En ja, we spinnen dus. Ik moet er even wel bij zeggen. Er is iets fout gegaan met het opnemen. Het laatste deel van Q3 is niet beschikbaar, dus kan ik de uitslag niet zien. Dus de uitslag van de kwalificatie wordt pas bekendgemaakt tijdens de grid. Maar het is niet anders, ik kan het ook niet terugdraaien. Helaas. Maar goed. Eerst Q1 zien te overleven. En kijk, de topsnelheid is gewoon 352 km per uur. Bloedsnel, we nemen er wel een paaltje mee, maar het is niet zo erg. En het is P1 in Q1. Mooi om te zien. Zijn we aanbeland bij Q2. En ik heb heel lang gewacht om een ronde te rijden in Q2 vanwege verkeer. Maar tot nu toe gaat alles goed. Track limits waarschuwing, maar dat geeft helemaal niks. En het is een P1 op dit moment, heel goed om te zien. Q3 dan. En kijken wat dit gaat worden. Hopelijk de pole position. Maar ja, dat kunnen jullie pas tijdens de grid zien. Wel een corner cutting waarschuwing, maar dat geeft helemaal niks. Het blijft alleen maar bij een waarschuwing, dus ja, boeien. Tot nu toe verloopt alles heel goed. Bottas snel in Q3. En wij komen op een P2. Op 89.000 van Bottas. Laatste deel van Q3 zijn we aan het ingaan. En ik moet daar even aan de kant vanwege Alexander Albon. En ik laat heel veel jongens voorbij. Om een perfect rondje te starten. We staan gewoon letterlijk stil op het circuit. En we doen het lekker rustig aan. Gewoon opwarmen de banden. Want we hebben nog meer dan een minuut tijd. En hopen dat dit ons gaat opbrengen naar misschien die pole position. Maar je weet het maar nooit. En nog een minuut te gaan in Q3.
Paars in sector 1. Groen bij de Delta. Dat is goed. We zitten onder de tijd van Bottas. En hij verbetert zich met een 1.28.2 was het. Kwalificatie is compleet. En ja, helaas dan dus niet de uitslag. Jammer, maar helaas, het is niet anders. Maar we gaan ons gewoon lekker opmaken voor de wedstrijd hier in Rusland voor Carrière aflevering 32. Welcome along then to Sochi and the Russian Grand Prix. One of 8 cities in the world to play host to both the Olympics and a Formula One race. It's a Grand Prix that's proven difficult to crack for anyone beyond the first 2 rows of the grid in recent years. So let's see if that can change today. Situated just 3 miles from the Georgian border, the 3.6 miles Sochi Autodrome has 2 notable overtaking opportunities into turn 1 and then turn 13. 18 corners in total here, 12 to the right and 6 to the left, and it's an average lap speed of around 130 miles per hour. Joining us today to oversee all the thrills and spills, it's Anthony Davidson. And great to see you. How are you feeling about the race today, and how are the circuit conditions from what you've seen? Well, the surface looks clean enough, but I'm a little bit worried about the track temperature. It's pretty cool out there, which could give some teams difficulties when it comes to keeping their tyres in the right operating window. The cars out there that work their tyres hard and really put a lot of energy through them, they'll be the ones that are better off. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. The Professor lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Considering the rest of the grid, we have Russell, Hamilton, Daniel Kvyat, and Gasly, Albon, Verstappen, Sainz, and Daniel Ricciardo, Norris, Ocon, Sebastian Vettel, and Leclerc, Perez, Stroll, Antonio Giovinazzi, and Nicholas Latifi, Grosjean, Magnussen, De Vries, and Nobuharu Matsushita. And now it's time to head down to... Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus een nieuwe top 10 finish te behalen. We starten dus vanaf pole position naast ons Valtteri Bottas. Achter ons dus George Russell. Hoe ik dat weet? Ja, goede vraag. Maar goed, de strategie. Soft, medium. En we nemen wat extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor Carrière aflevering 32 hier in Rusland. We starten dus vanaf pole position. De lampen zijn aan voor de grote prijs van Rusland. En we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg. Russell is al beter weg dan Bottas, maar Bottas sluit daar gelijk die deur. En wij geven George een slipstream, omdat Danny Field, de thuisheld, een betere topsnelheid heeft. Maar Gasly en Hamilton hebben het al gelijk met elkaar aan de stok. Dus ja, dat scheelt weer voor Kvyat. Bottas kijkt daar naar die buitenkant, heel gewaagd, maar dat lukt niet. Mooi om te zien. En wij blokkeren hem dus. Hier ook, want we gaan midden op de weg rijden. En hij kan er niet voorbij. En Bottas raakt onze achterkant. En ik zag een voorvleugel over de halo heen schieten, als het ware. Bottas heeft dus een voorvleugel kapot gereden op de achterband van ons. Maar wij hebben geen lekke band. Dat is heel goed om te zien. En we gaan er weer ronde nummer 2 in. We zitten de snelste race ronde met een 1.36.0. Ik dacht een 1.38.0. Het is een 1.36.0 geworden. En Bottas duikt dus naar binnen. Dus Russell en mijzelf hebben dus een 1-2'tje in handen. En Danny Kvyat is gewoon naar P3 gegaan. De lokale thuisheld naar het podium. Het zou wel gaaf zijn als je dat echt waar maakt. Maar ik denk van niet. Ik denk meer dat Gasly naar het podium gaat of zo. Ik noem maar wat. Want hij was in Italië heel sterk. Maar goed, terug naar Rusland. Een momentje overstuur bij het uitkomen van die bocht. En Russell zit te kijken voor de leiding. Dit doet me denken aan Spa-Francorchamps.
waar Russell ook in één keer zijn ballen toonde en gewoon ons inhaalde voor de leiding. Dat kan hier niet, want wij gooien onze overtakeknop open of aan. En Russell moet nog even wachten. Hamilton op P5. Als het zo staat, dan lopen wij weer wat punten in op Lewis Hamilton. Dus het zou mooi zijn als Lewis daar blijft. Op P5 dus. Ronde nummer 6 alweer. Het schiet al aardig op. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Dat heb ik gezegd. Laten we terug gaan naar de video. Waar Russell in één keer dichter en dichter op ons zit. En wij verdedigen iets te hard naar George toe. Hij raakte onze achterband. We hadden een momentje daar. En Russell remt daar diep. En gaat er via de buitenkant gewoon voorbij. Russell toont daar gewoon zijn ballen. Dat heeft hij heel goed gedaan. En nu moeten wij alleen maar in het spoor zien te blijven van onze teamgenoot. Want Danik Fiot lijkt ook heel snel. Ronde nummer 9. En daar zit dan Pierre Gasly. In één keer te kijken voor die P2. Maar dat lukt niet. We remmen wel flink naar Russell toe. Maar we kunnen niet aanvallen. Over twee ronden gaat onze pitwindow open in ronde nummer 11. Daar zitten we dan met een aanval en Russell verdedigt die binnenkant heel scherp. Maar we zijn er wel voorbij. Ja, dit keer wel, want wij verdedigen Russell. Maar hij kan hier terugkomen aan die buitenkant nu. En we laten hem leven. Het is onze teamgenoot. En Gasly zit ook te kijken voor die P2 samen met Lewis Hamilton. Dat is mijn titelrivaal voor het WK in seizoen 3. Het zou mooi zijn als we die pakten. En als het zo eindigt, dan lopen wij flink in op Mercedes. Omdat Bottas niet in de punten rijdt. En omdat we het snelste race onder punt hebben. En omdat we een 1-2 te scoren. Het zou heel mooi zijn als dat zo gebeurt. Dus we moeten het hoofd gewoon koel houden. Russell zit er heel erg dicht op. Duwt ons als het ware letterlijk vooruit. En we gaan naar binnen voor onze laatste pitstop voor de mediumband. Russell rijdt een ronde langer door. Hetzelfde geldt voor Alexander Albon. En dan ook volgens mij Ferrari gaat dus ja, nu over start finish. Charles Leclerc heet hij. 2,6 goede pitstop. En we kunnen weer racen. Daar zitten dan gelijk al Nicolas Latifi aan te vallen. En pakken hem hier mooi via die buitenkant. We tonen daar gewoon ja, de snelheid die we daar hebben. Het vertrouwen dat we hebben in de auto zelf. Heel goed gedaan. En nu heet de volgende Pierre Gasly. En we hebben extra fuel in de auto, dus die moeten we op gaan branden. Dat komt zeker goed. Maar Russell moet nog naar binnen en hij zit volgens mij te pushen als een gek. En we zitten vast achter Kevin Magnussen. Dus dit gaat in het voordeel lopen van George Russell. Wij kunnen Gasly net niet aanvallen, zitten wel paars in sector 2 neer. Maar ik zie nu dat berichtje boven mij, dat even langskwam. Russell is naar binnen en Magnussen gaat ons hier gewoon ophouden. Kijk maar. We vallen gelijk Gasly aan en Magnussen duikt naar binnen.
en Gasly is gezien voor die P7. Waar is George Russell? Die is nu bij de pitlane exit. En we hebben hem, ja, mooi weer te grazen genomen. De overcut van George heeft niet gewerkt. De volgende heet Lance Stroll, maar die moet nog naar binnen. Ronde nummer 17, het is hard gegaan. En Gasly rijdt nog steeds op die P2. Heel indrukwekkend. 1100 te gaan hoor ik van Jeff. Dat is gewoon goed. En dan gaan we zo meteen weer de laatste ronden in van de wedstrijd. Het was een, saaie race. De laatste race ronde loopt inmiddels. Russell maakte het wel interessant. Bottas reed op mijn achterkant aan. Daar kon ik dus niks aan doen. Het was een eigen schuld, dikke bult. En hij pakt dus volgens mij nog wel punten, maar niet zoveel. En we lopen in op Lewis Hamilton. Maar Hamilton heeft toch Gasly te grazen genomen. Jammer, maar helaas. Maar dat geeft niks. In Suzuka komen er weer nieuwe kansen aan. Ook al ligt dat circuit ons niet zo goed. Verwacht daar maar geen wonderen van de kwalificatie. Maar eerst deze overwinning vieren met mijn team. We pakken dus de overwinning in Rusland. Lopen in op Lewis Hamilton. Pakken ook snel het race rond de punt. Gaan ze opmaken voor de grote prijs van Japan. Another superb Russian Grand Prix comes to an end, and it's a thoroughly deserved victory. Ant, talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. De raceuitslag van de grote prijs van Rusland. Wij winnen dus de grote prijs, pakken ook een snel het race rondpunt. Russell helaas naar die P5 toe. Jammer, maar het is niet anders. Lewis Hamilton toch nog naar het podium. En Albon naar P3. Klassement bij de coureurs. 10 punten verschil naar Lewis Hamilton. Dat is interessant. En 27 punten is het maar naar Mercedes. Dus stel die hebben weer een slecht weekend, dan zouden we misschien de leiding over kunnen nemen van de constructeurs. Maar dat is voor later. Eerst op naar Japan dus. Dat is dus de volgende aflevering. Dit was dus deze aflevering, mensen. In Rusland, die zitten dus op. Dit was het journal, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, beloon het dan vooral met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. We gaan verder in Japan.